Nineveh is de oude hoofdstad van Assyrië en u kent het waarschijnlijk uit het Bijbelboek Jona, de profeet die eigenlijk niet zo'n zin had om naar Nineveh te komen, uiteindelijk toch deed, de vernietiging van de stad aankondigde en tot zijn grote schrik merkte dat de koning berouw kreeg en dat de hele bevolking in rouw ging en dat men toch de naderende vernietiging zo wist af te wenden. God kreeg medelijden met Nineveh. Nineveh is er niet goed vanaf gekomen. We staan op dit moment in het grafmausoleum waar de profeet Jona begraven zou liggen. Nebi Younes heet het tegenwoordig. En de zogenaamde Islamitische Staat heeft er hier een ongelofelijke bende van gemaakt. Inmiddels is men begonnen echter weer met restauratiewerkzaamheden. Als u zag hoe het er vroeger uitziet en als u ziet hoe het er nu uitziet, dan ziet u in ieder geval dat het al schoongemaakt is. Maar achter mij liggen nog steeds bordjes waarop staat dat er explosieven liggen, booby traps die hier achtergelaten zijn. Er is nog een positief verhaal te vertellen en dat is dat onder deze mausoleum, daar lag een oud Assyrisch paleis en dat was niet toegankelijk, want er lag een heiligdom bovenop. En inmiddels is daar mogelijkheid tot archeologisch onderzoek en dat blijkt dus een prachtig Assyrisch paleis, kunnen we nu bereiken. Dat is misschien een klein gelukje bij een heel erg groot wrang ongeluk. Mosul, waar deze moskee staat en waar Nineveh naast ligt, is natuurlijk verschrikkelijk en veel te hard getroffen.